Zo, een hele goede middag. Ik ga heel even een ander soort video maken tussendoor. Op basis van wat comments en mailtjes die ik heb gekregen van wat kritische mensen, om het zo maar te zeggen. En dat is alleen maar goed. Er wordt mij regelmatig verweten dat ik geld verdien over de rug van gokkers. En die mensen die daar die dat vinden, en die zijn nogal vrij hard in hun stellingen. En ergens hebben ze ook wel een punt. En ik verwijder dat soort comments dan ook nooit. Omdat ik vind elke mening is welkom, positief of negatief. En ik probeer ook altijd kritisch naar mezelf te kijken. Want ik ben zeker ook geen moraalridder. Dat heb ik een aantal keer aangegeven. En ze hebben ook een punt in die zin dat ik verdien natuurlijk geld aan spelers die verliezen. Dus over de rug van spelers, daar vind ik altijd weer zo negatief klinken. Maar ja, ik zeg al, feitelijk hebben ze een punt. Maar ik dacht, ik ga dan eens voor die mensen die dat vinden, en voor die mensen die niet precies weten hoe zo'n verdienmodel allemaal werkt, ga ik ook heel even in kaart brengen welk percentage van jouw bedrag, wat je vergokt in een online casino, bij wie terechtkomt. Ik denk, kritisch zijn is helemaal prima. En ik zeg al, mensen mogen ook kritisch op me zijn. Maar dan wil ik wel graag een goed beeld voorschoten van, het is echt niet zo dat ik het gros van de taart binnenhank. Ik ga later ook nog een video maken over casino affiliates en hoe dat precies werkt en welke mogelijkheden er zijn, hoeveel die verdienen, et cetera. Dat komt waarschijnlijk volgende week. Maar nu dus heel eventjes een overzichtje wie er over de rug van gokkers geld verdient. Ik zeg, voordat ik even aan het overzicht ga beginnen. Ik zeg altijd, dat zei ik net eigenlijk ook al van, ik ben ook niet hypocriet. Ik snap ook wel dat er ergens iets voor te zeggen valt dat ik geld verdien aan gokkers. Het is misschien een beetje flauw om te zeggen, maar goed, ik benadruk daarom ook altijd in mijn video's wat de gevaren zijn van gokken. En ik ga er ook gewoon vanuit dat iedereen die online gokt, ook gewoon weet wat de risico's zijn. En dat je gewoon weet dat je in heel veel gevallen gewoon je geld gaat verliezen. En dat, heel simpel gezegd, als je geld verliest, is er altijd iemand die er geld aan verdient. Ja, zo werkt de wereld nu eenmaal. En daar kan je van alles van vinden, maar dat is nu eenmaal zo. Feitelijk werkt dat op alles wat je in de wereld ziet. Of het nou op internet is of in de winkel. Als je een komkommer haalt bij de Albert Heijn, dan zijn er ook tal van bedrijven die daaraan verdienen. Dan kan je dan bij Albert Heijn nog zeggen van ja, maar dat is die doen goede dingen, want daardoor kunnen mensen eten, bla bla bla. Het is altijd maar net hoe je het bekijkt, want ook dat bedrijf doet het gewoon puur voor het geld en echt niet om jou aan je komkommer te helpen. Je kan zoveel voorbeelden noemen. Stel dat je met kanker in het ziekenhuis ligt en je krijgt medicijnen. Die medicijnen, daar wordt ook gewoon dik aan verdiend. Zijn die mensen, zijn die farmaceuten dan slecht? Is het ziekenhuis slecht? Is de dokter slecht? Het werkt nu eenmaal zo dat mensen geld moeten verdienen om te overleven. En eigenlijk kan je over elk product of dienst wel iets zeggen. En natuurlijk, over gok hangt een bepaald stigma. En als je geld verliest, dan is het nooit leuk. En er zijn natuurlijk ook probleemspelers. En het is niet de bedoeling dat je daar natuurlijk geld aan verdient. Ik zeg niet dat dat nooit gebeurt. Alleen dat is natuurlijk wel de reden waarom de markt in Nederland gereguleerd wordt. En waarom er zo streng opgetreden wordt tegen de online casino's. Waarom er zoveel regels zijn voor casino's en bijvoorbeeld affiliates. Om de probleemspelers zoveel mogelijk te beschermen. En alle andere kwetsbare groepen. En er zal vast wel eens een keer iemand tussendoor glippen. Maar het alternatief is dat je geen wetgeving hebt en dat er illegale casino's zijn. Of dat je van die Amerikaanse streamers hebt die met 100.000 euro's per keer gokken. En die alleen maar doen alsof je elke dag 100.000 euro kan winnen. Ja, dat is eigenlijk ook de reden waarom ik dit kanaal heb aangemaakt. Om ook gewoon te laten zien. En natuurlijk ook die leuke big wins. En hoe leuk het is om te gokken, maar zeker ook om aan te geven wat de gevaren zijn.
Ja, en dan nog, ik snap het, al die mensen die kritiek hebben, mag ook helemaal prima. En ergens is het misschien ook hypocriet. Ik verdien inderdaad ook met gokken. En van mensen die geld verliezen met gokken. Maar zoals ik het zie, maar dat is echt een persoonlijke mening. Dus daar zal iedereen anders tegenaan kijken. Iedereen die online gokt, heeft ook gewoon een eigen verantwoordelijkheid. En ik wil van die mensen die er zelf voor kiezen, die het gewoon leuk vinden om te doen en het als hobby zien. Ik heb er zelf geen problemen mee dat ik daar geld mee of geld aan verdien, om het zo maar te zeggen. Daartegenover staat wel dat echt, ik wil geen geld verdienen aan probleemspelers, aan kwetsbare doelgroepen. En dat is ook waarom ik op mijn site er alles aan doe om dat tegen te gaan. En ik zeg al, ik weet het. Er zullen altijd mensen zijn die ook bijvoorbeeld mijn YouTube-kanaal zijn, die wel in de problemen zitten en die wel probleemverslaafd zijn. Maar ik kan dat niet helemaal uitsluiten. Het enige wat ik kan doen is dat om mensen erop te wijzen van de gevaren en te vermelden wat dus de risico's zijn van online gokken. En er zijn andere instanties en de overheid, vind ik persoonlijk, die verantwoordelijk zijn voor de probleemspelers. En natuurlijk moet ik er zelf ook wat aan doen om die mensen uit te sluiten. En ik wil die het liefst eigenlijk ook niet op mijn kanaal hebben. Maar ik heb niet alle middelen in huis om dat te doen. Maar goed, ik wil mezelf zeker niet vrijpleiten. Maar ik dacht, ik ga in ieder geval een overzichtje maken van de mogelijkheden. Je ziet hier al een soort zoekresultaat wat ik in Google heb gedaan. Ik heb even gezocht op omzet. Unibet is heel eventjes gewoon puur voor een voorbeeld. Om te kijken wat verdienen nu de online casino's. Ook daar zou ik nog wel een keer een uitgebreide video over maken. Maar een tijdje terug waren de cijfers van Unibet bekend. Unibet is een beursgenoteerd bedrijf. Dus vandaar dat die de cijfers ook officieel naar buiten brengt. En die hadden eind 2022 hadden die ongeveer 250.000 spelers naar zich toegetrokken sinds de legalisering. En daarmee zetten ze op dit moment iets van €600.000 per dag om. De casino's die harken aardig wat geld binnen, maar ook dat valt tegen en dat ga ik zo laten zien. Maar wat voor jullie wel belangrijk is om te weten, en ik zeg al, ik ga dat daar verder op in een video over affiliates. Maar feitelijk is alles wat je dus op internet ziet een affiliate. Je kent vast wel websites als Kieskeurig, Independer. Dat zijn ook allemaal affiliates. En die verdienen ook allemaal geld over de rug van mensen of aan mensen. Zo zie ik het eigenlijk meer. Ik zeg altijd, kan je voor alles zeggen dat als jij overlijdt, dan verdient de Dela ook aan jouw begrafenis, et cetera. Je kan er van alles van vinden, maar zo werkt de wereld. Als je bij bol.com iets koopt, daar zitten ook weer allemaal kleine bedrijfjes achter, die ook weer allemaal geld verdienen eraan. Daar verdienen mensen geld aan het bezorgen, noem het maar op. Dus of het nou gaat om hypotheken, leningen, gokken, de komkommer in de supermarkt, goederen die op TikTok worden aangeboden. Als jij in de stad iets koopt, de slager haalt zijn vlees ook ergens. Bij de boekenwinkel worden de boeken ook ook ergens vandaan gehaald. En er gaat allemaal een percentage overheen. Iedereen verdient er wat aan. En natuurlijk snap ik dat als je een vegetarische burger verkoopt, dat de kritiek daar minder op is dan als je geld verdient aan online gokken. En helemaal als je het zo vrij hard zegt in de zin van, je verdient geld over de rug van spelers. Maar diezelfde mensen die dat zeggen, die dragen ook een t-shirtje die gemaakt worden door kindslaven in China. En ik zeg wel, zo kan je bezig blijven. Maar goed, iedereen mag er vinden wat hij ervan wil vinden. En ik zeg wel, mensen mogen kritisch op me zijn. Geen enkel probleem. En ik zal die mensen ook altijd, ik zal mensen nooit blokkeren of zo. Dus zolang je het op een nette manier je kritiek uit, dan is alle kritiek welkom. En ik zal er ook gewoon altijd netjes op antwoorden. En we hoeven het ook niet altijd met elkaar eens te zijn. Dat is allemaal geen enkel probleem. Maar ik dacht, ik ga het in ieder geval eventjes in kaart brengen, zodat je ziet wat de casinos een beetje verdienen. Nou,
hier op Casino Nieuws zie je bijvoorbeeld staan dat de omzet van de casino's eigenlijk gigantisch was. 689 miljoen omzet voor de online casino's in de eerste 9 maanden na de legalisering. Dus ja, er gaat wel echt heel, heel, heel veel geld in om. Oh, ik zie hier trouwens staan Frank Op de Woerd. Dat is degene die Casino Nieuws beheert. Ja, ik ga weer van de hak op de tak. Maar een leuk feitje is dat ik ken Frank van heel vroeger. Heel vroeger in de zin dat ik heb vroeger ook heel veel gepokerd. En dan heb ik ook aan European Poker Tours en dergelijke meegedaan. Frank was destijds degene die voor Poker Nieuws de punten bijhield. Was dat een soort van live reporting. Die ging dan live ter plekke met wat journalisten. Gingen ze daar de Nederlandse pokerspelers volgen die aan de grote internationale toernooien meededen. En eigenlijk de allereerste keer dat Frank dat mocht doen voor Pokernieuws. Toen was ik bezig met een EPT in Italië volgens mij. En daar hebben we elkaar ontmoet. En daarna hebben we elkaar eigenlijk nooit meer gesproken. Totdat ik op een gegeven moment benaderd werd door Jack's Casino met de vraag of zij of ik voor hun het online casino wilde gaan runnen. En dat was ten tijde van, zeg maar, van de legalisering van het gokken. Toen kwam ik in contact met een dame van personeelszaken bij Jack's Casino. En dat bleek er weer de vriendin te zijn van Frank. En zo kwam ik uiteindelijk weer in contact met Frank. En Frank had inmiddels Pokernieuws verlaten en was soort van voor zichzelf begonnen. En die beheert nu casinonieuws.nl. Dus het grappige is dat een heleboel mensen uit de industrie, ik zeg, het is een kleine wereld in Nederland, die hebben allemaal vergelijkbare trajecten doorlopen. Zo heb ik laatst ook van de week een etentje gehad met OneTime. Of een van de heren van OneTime. Ook die was vroeger een pokerspeler geweest. Ook die heeft in de Bitcoin en crypto gezeten heel vroeg. Ik zelf ook. Ook die hebben bijvoorbeeld, die hebben allemaal zelf begonnen met websitejes toen ze in de jaar of 16, 17 waren. Ergens gaan werken of voor zichzelf begonnen. En uiteindelijk zijn ze allemaal een beetje in de casino-industrie terechtgekomen. Dat is wel echt wel heel grappig om te zien. Maar goed, ik zeg al, ik wijk weer veel te veel af. Er wordt dus veel verdiend aan online gokken. In die periode is er ook 12 miljoen verdiend door de kansspelautoriteit en voor de belastingdienst en dergelijke. Even kijken, de staatskast. Even kijken. Ja, 170 miljoen aan kansspelbelasting. Dus de overheid verdient ook heel dik over de rug van jullie verliezen. Dus over de rug aan. Ik praat dan liever aan aangokkende spelers. Maar we gaan heel even, want ik had een overzichtje gemaakt. Ik ga heel even kijken. Om heel even aan te tonen wat er gebeurt als jij bijvoorbeeld 100 euro in het casino stort. En er even vanuitgaande dat je die helemaal wegspeelt. Wie dan wat krijgt. Ik denk dat is misschien wel interessant voor jullie om te weten. Een heleboel van jullie zullen het wel weten. Maar ik denk met een paar percentages erbij zullen sommige van jullie toch misschien achterover vallen. En dat het echt allemaal niet zo rooskleurig is als dat je denkt. De allereerste groep. Ik heb een onderscheid gemaakt tussen direct, extra en overige. Overige laat ik dadelijk zien. En met direct bedoel ik eigenlijk dat die partijen krijgen direct een percentage van de verliezen. Een welbekende kreet is dat natuurlijk het huis altijd wint. Maar ook dat als jij verliest, andere spelers winnen. En dit percentage wat hierachter staat, 50%, dat slaat eigenlijk een beetje op de RTP. Nou zou je denken, hè, hoe kan dat nou? De RTP is vele malen hoger. Want bij de meeste casino's, online casino's in ieder geval, is de RTP zo'n 95 tot 98% of iets dergelijks. En bij de offline casino's, of bij Holland Casino offline, ligt het voor mij iets van 93. En bij de gokhallen ligt het tussen de 83 en de 90. Dus het is minst aantrekkelijk om bij de gokhallen te spelen. Ik heb heel even de online casino's aangehouden. En ik heb het RTP-percentage op 50% gezet. Dus dat is wat uitbetaald wordt aan de spelers. En waarom ik geen 90 plus procent heb gezet,
is omdat de RTP, dat is een theoretisch uitbetalingspercentage. En ja, ook daar zou je weer een hele video over kunnen maken. Maar feitelijk is het zo dat de RTP is gebaseerd op een x miljoen aantal draaien. Op basis van die x miljoen aantal draaien moet er een minimaal percentage weer uitgekeerd worden aan de spelers. Dus van, maar je kan, ja, je zou dus eigenlijk kunnen zeggen als een RTP 93% is. Is dat er van elke 100 euro die er door spelers ingegooid wordt, 93 euro weer uitbetaald moet worden aan winsten. Maar dat is helaas niet zo. Zo wordt het wel altijd gebracht. Alleen wat ze doen, en dat is eigenlijk wel heel sneaky. Ik vind het ook compleet onterecht als ze met die RTP-percentages werken, omdat het eigenlijk nergens op slaat. Omdat, en dan moet ik het goed zeggen, ze berekenen niet elke euro die je erin gooit, maar elke euro die jij wegspeelt. En dat lijkt hetzelfde, maar dat is een compleet ander iets. Want als jij zeg maar een euro in de gokkast gooit, zeg maar de online gokkast, je wint een euro en je speelt vervolgens die euro die je gewonnen hebt, die aan credit zeg maar digitaal weer op jouw account ziet staan tijdens het spelen. Als je die euro weer opgokt, wordt dat toegevoegd aan de RTP of meegenomen in de RTP, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Dus het zou zo kunnen zijn dat als jij, even kijken, noem maar wat, 100 euro in een gokkast gedaan hebt, die helemaal opgespeeld hebt, dan heb je dus 0 euro terug ontvangen. Dus dan zou je zeggen, dan is de return to player ook 0. Er even vanuit gaan dat alle andere spelers ook niks ontvangen hebben. Maar dat is dus niet zo, want je kan dus, als je 100 euro erin gegooid hebt, kan het best zijn dat je 1000 draaien hebt gedaan. En die RTP wordt gebaseerd op die 1000 draaien. Dus het werkelijke uitkeringspercentage is vele malen lager dan die 96 of 98% die je altijd op de slot ziet staan. En het exacte percentage weet eigenlijk niemand. En ik zeg al, ik heb zelf een eigen casino gehad, dus en zelfs ik weet dan nog niet wat precies dat percentage is. Maar ik kan het wel ongeveer schatten. Dus ik heb het heel eventjes op 50% ongeveer gezet. Wat netto zeg maar teruggaat naar de spelers. Dus ja, ik vind eigenlijk, als je het heel eerlijk zou doen, dan zou die 50%. Of misschien is het zelfs wel lager. Dat zou ook kunnen. Maar dat zou eigenlijk groot op de pagina's moeten staan. Als jij een online gokkast gaat spelen. Van joh, luister. Van elke euro die je erin ingooit, ja, wordt er maximaal eigenlijk maar 50 cent uitgekeerd. Ja, als ze dat gaan doen, gaat niemand meer gokken. Maar feitelijk liegen ze de spelers allemaal voor, maar het is allemaal net hoe je het bekijkt. Maar ik vind het in ieder geval vrij apart dat ze met zo'n rekenmodel mogen werken voor de RTP en ja, de uitkeringspercentage voor de spelers. Maar goed, wordt weer veel te lang verhaal. Maar het grootste gedeelte gaat dus naar de gokkers. 50%, dan blijft er dus nog 50% over. Game providers, daar lachen de tweede om het zo maar te zeggen. Die krijgen namelijk tussen 10 en 20% van de omzet die behaald wordt. Wel uiteraard alleen van de spellen die van de game providers zijn. En die percentages wisselen nogal. Dus in principe is het hoe groter de game provider en hoe populairder, hoe hoger uiteindelijk het percentage zal zijn over de verliezen van spelers. Of over de winsten van de casino's. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde, maar het is altijd maar net hoe je het bekijkt. Maar als je, om een goed voorbeeld te geven, een NetEnt, die vraagt bijvoorbeeld 20% over de winst of over de verliezen van spelers. Wat kleinere providers, die vragen misschien 10% of sommige zelfs 8%. En waarom kleine providers dat doen? Ja, logisch. Die zijn gewoon blij dat ze toegevoegd worden aan de casino's. Want als jij eigenlijk zeg maar bij één casino, als game provider in één casino staat, ja, dan zal je niet veel omzet draaien. Zit je bij Unibet erbij of bij PokerStars of bij een andere grote jongen en je wordt meteen wereldwijd op alle sites van dat casino gezet. Ja, dan draai je ook natuurlijk meteen een tering omzet. Of een giga omzet, sorry, dat moet ik eigenlijk zeggen. En ja, voor kleine
kleine partij is het gewoon interessant om zo snel mogelijk op zoveel mogelijk nationale en internationale casino's te staan. Terwijl bij de grote providers is het net andersom. Die hebben een andere instelling. Die zeggen tegen de casino's, joh, wij zijn zo populair. Je moet blij zijn dat onze spellen bij jou op de casino mogen staan. Maar dan kan je dus ook dik voor je portemonnee trekken. Maar NetEnt en Evolution, dat zijn dat is hetzelfde bedrijf. Die vragen de hoogste commissie. En dat ligt rond de 20%. Afhankelijk ook als je wel van het casino. Dus als jij een PokerStars bent en je zet een miljard per maand om. Ja, dan kan er wel wat met dat percentage gedaan worden. Dus PokerStars die betaalt misschien 12% voor NetEnt. Terwijl een Goldrun Casino die betaalt misschien 20%. Omdat die hebben maar zo weinig spelers dat het voor NetEnt niet zo interessant is. Dus er zitten ook allemaal staffels in. Dus vandaar dat er altijd... Ja, ik kan niet een exact percentage zetten. Maar de meeste andere providers die zitten ergens tussen de 10-15%, 10-12-13%. Daar moet je, in die regio moet je een beetje kijken. Ik zeg al, van die 100% gingen dus 50% naar gokkers. Er bleef nog 50% over. Nou, laten we even zeggen, 15% die gaat naar game providers. Dan blijft er nog 35% over. Affiliates, dat zijn dus partijen zoals ik. Die krijgen 10%. En dan zou je zeggen, 10%, hoe kan dat? Want je riep gisteren 35%, dat klopt. Alleen, zoals alles in Nederland, gaan er allerlei kosten af. Dus ik krijg... afhankelijk van de deal die je maakt. En ik zeg al, ook daar maak ik dus nog wel een video over. Maar ja, je kan dus ook 20% krijgen bij een bepaald casino. Maar je kan ook 35 of 40% krijgen. Dus dat hangt er helemaal vanaf hoe groot je bent. Hoeveel spelers je kan aanleveren, et cetera. Maar ik ga nu heel even uit van 35% of 30 à 35%. Dat is een beetje de standaard. Alleen het is niet zo dat ik, als jij 1000 euro speelt en dat allemaal opspeelt, dat ik dan 35% krijg en dat ik dus 350 euro krijg. Zo werkt het niet. Daar zitten twee haken en ogen aan. Nou, die 35%, dat is bruto. Dus het casino zegt, ja, maar wij hebben wel kosten, wij moeten jou factureren, wij moeten kansspelbelasting betalen, wij moeten personeel inhuren, we hebben helpdeskmedewerkers, bla bla bla. Dus ik kan allemaal kosten vanaf. Uiteindelijk blijft er van die 35% maar 10% netto over. Dus als jij 1000 euro verliest, dan verdien ik 100 euro. Daar komt het feitelijk op neer. Het tweede puntje daarbij is, en dat had ik gisteren niet aangegeven, maar ik zeg al, dat zal ik in de video van de affiliate nog wel eventjes duidelijker vermelden. Stel dat jij 1000 euro wint, dan gaat er bij mij ook 100 euro af. Dus het werkt ook andersom. En uiteindelijk aan het eind van de maand gaan ze kijken van, joh, hoeveel heb jij als speler verloren en hoeveel heb jij als speler gewonnen? En dat boeken ze tegen elkaar af en dan blijft er een bedrag over en dat krijg ik. Dus ja, ik wil niet zeggen dat het dramatisch is, maar het klinkt, die 35% klonk mooier dan het is. Maar in werkelijkheid is dat een stuk minder. En ja, als je heel veel spelers aangebracht hebt, en je hebt leuke spelers bij, want er zit natuurlijk een verschil in als iemand... je hebt ook heel veel spelers die 10 euro in de maand doen. Dan verdien je dus 1 euro per maand op. En dan kan je 1000 spelers hebben aangebracht, maar dan pak je 1000 euro. Maar je hebt ook spelers die een ton per maand verzieken. Dan heb je wel eens maanden dat je bijvoorbeeld 10.000 plus aan die spelers verdient. Tegelijkertijd, dat is ook risicovol, want diezelfde speler die wint... Als je 100.000 euro per maand speelt, win je ook wel eens een keer 100.000 plus. En ik had laatst bijvoorbeeld vorige maand toevallig iemand die won anderhalve ton, ik weet even niet meer precies. Ik zal het later ook laten zien. Maar die won anderhalve ton, zeg maar, houd even op anderhalve ton. En dat kostte mij dus 15.000 euro. Dus dat ging van mijn potje af, om het zo maar te zeggen. Dus ik stond die maand nog niet 15.000 in de plus. Nou is het niet zo dat ik dan bijvoorbeeld Bad City of zo moet betalen. Alleen dan stel ik stond die maand op 5000 euro winst. En iemand wint anderhalve ton en ik had 15.000 euro af. Dan sta ik dus op min 10.000. En die min 10.000 wordt wel meegenomen na de maand erop. Dus dan is de eerste 10.000 euro die ik verdien de maand erop. Meteen weer weg. Want dan wordt eerst die min weggeboekt. Dus ik zeg al, die 35% klonk allemaal wat rooskleuriger dan het was.
Maar netto, eventjes grosso modo gezegd, is het 10%. Even kijken. Wat had ik gezegd? Gokkers 50% eraf, dan blijft er 50% over. Game providers zeg maar 15%. 35% blijft dan over. Dan gaat er nog 10% af aan affiliates. Dan blijft er dus nog maar 25% over. Ik zal het even noteren, want anders moet je ook opnieuw uitrekenen. Heb je de betaalproviders nog? Daar staan mensen ook niet bij stil. Maar die vragen ook tussen 0 en 15% per transactie. Dus per keer dat jij geld stort of uitbetaalt in het casino. Dus eigenlijk is dat dubbel op. Dat is ook wel de reden dat je bepaalde betaalmethodes niet ziet. Want bijvoorbeeld PaySafeCard, Neteller en... ja, dat zijn eigenlijk, even kijken, PaySafeCard, Neteller en Skrill. Dat zijn de duurste. Voor PaySafeCard betaalt een casino 15% per storting. En ook voor uitbetalingen wordt daar ook weer een percentage bijgehouden. Dus dan, dan kan het gewoon 20% kosten als je de storting en uitbetalingen bij elkaar optelt. En zoals ik al zei, dan blijft hier nog maar 25% over. Dan staat het casino dus al in de min. Daarom zie je ook dat heel veel casino's geen PaySafeCard, Skrill of Neteller gebruiken. Nou, Skrill iets goedkoper als Neteller. Dus wat casino's heel vaak doen, die gaan echt heel erg kijken naar de kosten. Wat vraagt die betaalprovider? En wat is het voordeel als ik Skrill toevoeg? En gaan mensen dat gebruiken, et cetera? Omdat er heel erg naar de kosten gekeken moet worden. Eén voordeel in Nederland is dat Ideal. Dat is niet echt commercieel opgesteld in de zin dat, of in vergelijking met een creditcard of met Skrill, Neteller en dergelijke, die ik net opnoemde. Vaak is het bijvoorbeeld bij Ideal, stortingen zijn voor consumenten gratis, alleen voor bedrijven, dus in dit geval het casino, die moeten vaak wel betalen. En in dit geval is dat vaak 0,25% of 25 cent tot 40 cent per transactie, een beetje afhankelijk van hoeveel transacties je als bedrijf zijnde per maand doet. Creditcards, die variëren. Gokken wordt als high risk gezien. Nou, jij betaalt als consument, zeg maar, een heel klein percentage, voor maar 1% of zo per transactie, of een kwartje of iets dergelijks, of niet eens. Een beetje afhankelijk welke creditcard je gebruikt. Alleen voor bedrijven gelden andere percentages. Normaal gesproken is iets van 2,99% per transactie. Maar omdat gokken als high risk wordt gezien, moeten de meeste casino's tussen de 5 en 15% per transactie betalen. Vandaar ook dat heel veel casino's geen creditcards accepteren. Tegelijkertijd, internationaal gezien weer wel. En dat komt weer omdat internationaal gezien het gros van alle klanten het liefst met een creditcard betaalt. Dus voor de casino's is altijd een dubio. Kosten van een betaalprovider of een betaalsysteem moet ik eigenlijk zeggen. En de populariteit ervan. En in de creditcardbranche, er zijn er ook weer allerlei verschillende mogelijkheden. Je kan rechtstreeks met een bank samenwerken. Maar je kan ook via een tussenpersoon samenwerken. Dus een payment service provider. In Nederland heb je bijvoorbeeld Molly. Maar Molly vraagt dan ook weer een percentage. Je hoort er helemaal iedereen snoep mee van die taart. Maar in Nederland is het voor betaalproviders, of voor de casino's, vrij gunstig. Omdat 90% van de klanten met Ideal betaalt. En dan zit je op een heel laag percentage. Ik hou het even op 1%. Er komen dan nog wat kosten bij en zo, et cetera. Dus, maar goed, ik hou het even op 1%. Dus dan blijft er van die 25 nog 24 over. Die zetten we dan even hieronder. Nou, ik zeg al payment service providers. Die vragen ook een percentage. Dat kan een maandelijkse fee zijn. Maar vaak ook, die gooi je ook. Stel dat de creditcard 3% vraagt. Dan kan het wel eens zijn dat sommige betaalproviders, die gooi je daar zelf dan nog een 0,25% bovenop. Of een kwartje per transactie. Dat verschilt allemaal per bedrijf. Maar ik ga dit eventjes op heel laag zetten. Houd even op 1, dan blijft er dus nog 23% over. Platform providers. Dat zijn dus de bedrijven die de software leveren voor de casino's.
Vaak vragen die een bepaalde maandelijkse fee. Dan moet je denken aan €5.000 per maand. Kan ook hoger zijn, afhankelijk van wat je afneemt. Kan ook zijn dat ze ook gewoon een percentage vragen naast de fee. Net als de game providers over jouw bruto winst of over het bruto winst van het casino. Dat varieert per platform provider en dat kan ook een paar procent zijn. Dus ik zet dat ook eventjes op 1%. Dus dan blijft er uiteindelijk nog maar 22% over voor het casino in het meest gunstige geval. Ik zeg het meest gunstige geval. Je ziet hier staan, ik heb voor het casino 3 tot 15% gezet. En dat komt omdat er nog wat extra kosten afgaan. Direct en indirect is maar net hoe je het bekijkt. Je hebt natuurlijk in Nederland de kansspelbelasting, 50 tot 80%. Ik zeg het 50 tot 80% omdat je kansspelbelasting hebt. Dat is voor mij 29, nog iets procent. Die de casino's moeten afdragen aan de Belastingdienst. Maar de casino's moeten ook over een omzet of over een winst moeten ze ook weer belasting betalen. En dat is in Nederland, als je boven een bepaald bedrag zit, gewoon 45% of iets dergelijks. Dus daar gaat er ook nog iets af. Dus uiteindelijk pakt de overheid het meest. Die pakt echt iets van 80% als je alles bij elkaar optelt. Dan heb je ook nog kansspelheffing. Dat is verplicht voor de casino's in Nederland. Dat weet bijna niemand, maar 1,7% van de winst of van de omzet, dat moet ik dan nog eventjes nachecken. Die moet ook verplicht afgedragen worden aan de kansspelautoriteit. Dus iedereen die bij de kansspelautoriteit werkt, de toezichthouder dus op de kansspelindustrie in Nederland, die wordt eigenlijk betaald door de casino's voor het grootste gedeelte. Dat is allemaal heel leuk, maar voor een casino is 1,7%, aangezien er nog maar 22% overbleef, vrij veel. Dus als je dat heel eventjes, nou, houd even op, 22, dan blijft er ongeveer 20% over. Verslavingspreventiefonds. Dat is ook een verplicht iets. Casino's moeten 0,25% van hun bruto omzet afstaan aan een verplicht door de overheid aangesteld verslavingspreventiefonds. Daar gaat 0,25% van af. Nou, ik had die 1,7% net van de kansspelheffing afgerond. Dus dan blijft nog steeds ongeveer 20% over. En dan heeft het casino zelf natuurlijk ook allerlei kosten en dergelijke. En ongeveer 25 tot 50% van de winst wordt altijd weer teruggepompt in marketing om maar nieuwe spelers te blijven werven. Dan kan je zeggen, ja, dat is een eigen keuze, hoef je niet te doen. Maar ja, daar word je eigenlijk toe gedwongen, want als je dat niet doet, zakt heel je omzet uit elkaar. Dus eigenlijk de helft van wat overblijft, gaat dan ook nog weer terug naar tal van marketingbedrijven, et cetera. Dus dan blijft er eigenlijk nog maar 10% over. In het meest gunstige geval. Maar in de praktijk denk ik dat de meeste Nederlandse casino's uiteindelijk van al het geld van alle spelers dat bij hun opgegokt wordt, maar 3 tot 5% krijgen. Ja, dat is echt heel weinig. Daar sta je misschien van te kijken. Maar ja, ze draaien natuurlijk zulke grote omzetten. Ik zeg al net, Bad City, €600.000 per dag. Dus al pak je 5% of 6 of 7% als casino zijn. En ja, op basis van 600.000, zeg maar, even kijken. Dat is 60.000, is 10%. We houden even op 5%, is €30.000 per dag, maal 7, 210, dat is zeg maar 1 miljoen per maand. Dan verdien je 12 miljoen netto per maand, zou Unibet dan verdienen. En die verdienen nog wel meer, omdat er zitten ook nog andere verdienmodellen aan bij een casino. En je kan dus heel veel fine-tunen met betrekking tot de bedrijven waarmee je samenwerkt. Dus en de grootste zit hem in de betaalproviders. Dus ja, als mensen met Ideal storten, dan pakken ze in plaats van die 5% winst, misschien wel 15% winst. En dat scheelt 10%, dat scheelt dus miljoenen euro's op jaarbasis. Aan netto winst, hè, daar heb ik het dan over. Maar goed, dan heb je een klein beetje
of dan begrijp je een klein beetje hoe de taart verdeeld wordt. En wat daarbij dus opvalt, is dat het gros gaat dus naar andere spelers. Dus dat gezegde van, joh, als jij verliest, wint een ander. Dat klopt. Daar gaat echt het gros naartoe. Maar het grootste gedeelte gaat eigenlijk naar de game providers. Dat zijn degenen die de spellen ontwikkelen. En de live casino, de spelshows en dergelijke. Dus NetEnt, Evolution Gaming, Play & Go, Push Gaming, No Limit City. Ja, die lachen zich de schompers. Want die draaien uiteindelijk de meeste winst. En die dragen ook het minste risico. In die zin dat die hoeven zich met allerlei problemen geen zorgen te maken. En, want een casino runnen, dat is echt één grote ellende. En die draaien lekker op de achtergrond. Die maken gewoon spelletjes. En de casino neemt vervolgens over. En die betaalt een netje elke maand. Dus dat is eigenlijk degene die het meeste verdient. Over de rug van spelers. Daarna krijg je inderdaad de betaalproviders en de affiliates. En de affiliates zijn ja, mensen zoals ik. Maar ook gewoon, je hebt grote mediabedrijven natuurlijk. Ik zeg al, net voor verzekeringen en zo heb je dat Prijswijs en kieskeurig.nl en die vergelijkingssites. Zo heb je ook allerlei sites en mediabedrijven die zich richten op de gokbranche. Dat zijn eigenlijk super affiliates. Die pakken eigenlijk het meest. Maar als je puur kijkt naar webmasters, dan die pakken dus ongeveer een kleine 10%. En de betaalproviders, en dan heb je dus nog de overige payment service providers en platform providers. Ik zeg al, die platform providers, goede voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld Playtech. Die doet software en hardware en het achterliggende systeem voor Holland Casino. Er zijn er ook nog heel veel bedrijven die sportsboeken hebben. Daar moet je natuurlijk ook dik voor betalen, extra. Dat komt hier nog bovenop. En dan denk ik, ja, heel veel in Nederland gebruik bijvoorbeeld Kambi Sportsbook. En die vallen dan weer onder Breck Gaming. Dat is een Canadees bedrijf. Die pakken ook een dikke fee en percentages. Dus casino's kunnen echt hun portemonnee trekken. En uiteindelijk blijven dus maar een heel klein percentage over voor de casino's. Maar het is nog steeds aantrekkelijk, ondanks alle belastingen in Nederland en dergelijke. Doordat er zoveel Nederlanders zijn die gokken. En als jij een groot marktaandeel hebt. En je hebt dus inderdaad net als Unibet, als jij 300.000 spelers hebt die dagelijks gokken, ja, dan met 5 of 10% netto omzet van hun verliezen, ja, geloof me, dan pak je ook nog heel dik geld. Even kijken, als laatste heb je nog een hele rits met andere bedrijven en partijen die daar weer achteraan komen. Die ook allemaal mee profiteren van jouw verliezen. Adviseurs. En ik heb even bijgezet kansspelexperts. Nou, er zijn een heleboel personen, experts. Die geld verdienen aan deze branche. En eigenlijk aan de casino's. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld als je een sportsboek hebt. Casino's huren vaak experts in die op dat gebied veel ervaring hebben. Om bijvoorbeeld de odds te maken voor sportwedenschap en dergelijke. Maar ook experts op het gebied van kansspelverslaving, op scholing, et cetera, noem maar op. Affiliate bedrijven, ik zeg al, je hebt ook een soort van super affiliates. Die dan weer als tussenpersoon fungeren en die mensen zoals ik in contact brengen met de casino's en die de deals regelen. Nou, ik heb gezegd Desicon, maar die doet op dit moment niet heel veel. Maar die doet ook, dat is eigenlijk meer een hele groot mediabedrijf die het op. Eigenlijk op alle mogelijke vlakken de rol als tussenpersoon op zich neemt. En bij hun zijn duizenden affiliates aangeschreven. Als jij als bedrijf zijn een product of dienst wil promoten, kan je een deal maken met Desicon. En die stuurt dan een mail naar al hun affiliates. Zodat het bedrijf meteen grootschalig wereldwijd gepromoot kan worden. Maar die pakken dan ook weer een percentage. Omdat ze als tussenpersoon fungeren. Dan heb je nog allemaal bedrijven uit de industrie. Van Betblokker. Dat is, dat is een soort crux app. Waarmee je zelf als gokker zijnde je bepaalde casinos kan blokkeren. En zo zijn er tal van diensten en services op dat gebied. Die ook allemaal weer een graantje meepikken. Je hebt ook een complete iGaming beurzen. Die ook allemaal weer dik geld vragen voor een plekje op de beurs en allerlei andere zaken daaromheen. Lidmaatschappen, nieuwsbrieven, et cetera. Daar wordt ook allemaal geld mee verdiend. Dan heb je allerlei services nog.
Ja, je kan het eigenlijk zo gek niet bedienen van bedrijven die banners maken, die je kan roteren, die automatische advertentiescampagnes op kunnen zetten, die weet ik veel, een eigen doelgroep hebben of een groot aantal volgers die ze makkelijk kunnen bereiken en die ze kunnen vragen om bij het casino te gaan spelen. En ook die vragen weer een percentage. Dat casino heeft natuurlijk ook te maken met casino personeel. Er zijn ook heel veel vereisten aan. Hier in Nederland, dan moet je denken aan helpdesk-medewerkers, marketing-medewerkers, mensen die het, de software van het casino checken om te zien of alle stortingen goed verlopen, of er geen mensen misbruik maken van bonussen. Je hebt managers, je kan het zo gek niet bedenken, er komt echt heel veel bij kijken. ICT-mensen heb je natuurlijk. Ja, die worden ook allemaal indirect betaald door met de verliezen van spelers. Ja, ik zeg wel, je kan het zo breed trekken als je zou willen. Je hebt ook diverse cloud servers. Al die websites van casino's, ja, die worden natuurlijk druk bezocht. Die moeten ook beschermd worden voor DDoS, attacks en dergelijke. En je hebt bijvoorbeeld Cloudflare, dat is een van de grootste bedrijven in de wereld. Die casino's nemen geen gratis pakketje. Dus die nemen een hele dure pakketten waar alles extra beschermd is. Ze hebben extra servers nodig. Harde schijven, ja, noem het maar op. Ja, ook daar zijn alweer tal van bedrijven die serverruimtes verhuren en weet wel, extra beveiliging zorgen, controles uitvoeren, et cetera. CMS-services, dat zijn content management systemen. Ik zei net al, Cambi, die levert dan software bijvoorbeeld voor de sportwedenschappen. Maar daar hoort natuurlijk ook een backend bij. Een backend, dat is de backend software, dus waar jouw naam in staat. Hoeveel heb je gestort? Geef jij je geld in het casino uit aan sportweddenschappen of aan slotmachines? En zo ja, welke slotmachines? Of speel je liever live shows? Dat wordt allemaal bijgehouden. En er zijn tal van bedrijven die daar software voor leveren. Dan heb je nog de controlebedrijven. Die moeten natuurlijk ook betaald worden. Dat was vroeger het Nederlands Meetinstituut. Nu wordt dat gedaan door GLI. Gokverslaafden en experts. Dat is op zich wel een grappig. Hè? Want al die mensen die met het vingertje wijzen van de casino's moeten stoppen. En schandalig dat al die casino's zoveel verdienen. En gokken is gevaarlijk. En het zou eigenlijk verboden moeten worden. Heel veel van die mensen, daar ga ik ook nog een losse video van maken, die worden betaald door de verliezen die jullie maken. En dat is eigenlijk wel super hypocriet. Dus al die verslavingsinstanties, al die gokexperts die voor de klas staan bij scholen, die zich verhuren als ex-verslaafden aan tal van bedrijven, aan events, en allemaal tegen iedereen vertellen hoe gevaarlijk het is en hoe gevaarlijk casino's zijn, die worden allemaal betaald door de gokindustrie zelf. En de meeste zelfs 100%. Dus heel veel van die verslavingsinstanties, die krijgen A, subsidie van de overheid. En daar wordt geld uit dat verslavingspot gehaald. En eigenlijk worden die dus betaald door de verliezen van gokkers. Dus kijk, je kan naar mij wijzen, en dat is helemaal terecht. Maar al die mensen die met het vingertje wijzen, die krijgen zelf vaak ook betaald. En die verdienen hun geld over de rug van gokkers. En die zijn ook extra hypocriet, want die doen zelf alsof ze mensen helpen en of ze iedereen willen beschermen en dan extra wijzen met het vingertje van jullie doen het fout en de casino's doen het fout en casino's zijn slecht en mensen die gokken zijn slecht en streamers zijn slecht, maar zelf wel hun zakken vullen, indirect ook over jou verliezen. Dus dat is wel goed om te weten. Dan heb je nog helpdesk providers, dat zijn dus, je hebt allemaal van die callcenters en dergelijke. Sommige casino's doen het zelf. Anderen die huren daar weer experts voor in. Ja, dat kost ook een godsvermogen. Nou, hosting en e-mail providers heb ik gedaan. Influencers en bekende Nederlanders. Daar wordt ook heel veel geld aan uitgegeven. Tegenwoordig mag dat natuurlijk niet meer in Nederland. Maar indirect gebeurt het natuurlijk nog wel. En er zijn ook uitzonderingen. Dus bijvoorbeeld, ja, dat is ook weer hypocriet. Maar de staatscasino's die mogen het nog wel doen. Of de loterijen en dergelijke. Wat in principe ook gewoon kansspelen zijn. Alleen die hebben allemaal een uitzondering gekregen, waardoor je wel nog Winston Gasanovic en Gaston en Linda de Mol en noem het maar op. Die zie je allemaal op tv. Die worden allemaal dik betaald over de winsten van mensen die verliezen met gokken. En die worden allemaal betaald door de overheid. Met jullie verloren euro's, daar komt het eigenlijk op neer.
Dus dat is ook wel weer bizar. Dan heb je nog tal van andere sites. Hè? Dus een nieuw site, nu.nl, geenstijl.nl, NOS-journaal, Jinek. Iedereen wordt ook allemaal betaald door de gokindustrie, want ze verdienen aan nieuwsitems, ze huren mensen in. Ja, ze maken reportages die weer bekeken worden, die indirect ook weer geld opleveren voor hun. En ja, ik zeg al, je kan het zo breed trekken als je wil. En dan wil ik wil ook niet sneu gaan doen, hoor. Zo bedoel ik het niet. Maar ik wil wel even de dingen in een bepaalde context zetten. Dat mensen die heel kritisch op mij zijn, ik zeg al nogmaals, helemaal prima. Maar dan kan je eigenlijk naar de hele boos worden op de hele wereld. Want iedereen verdient overal geld aan. En voor de mensen die die hele... Ik heb zelfs wat doodsbedreigingen gehad via een mail. Ja, dat is echt bizar. Maar gelukkig is het gros van mensen die kritiek hebben. Die uit het gewoon netjes. En ik zeg al, dan is het ook helemaal prima. Maar dan denk ik altijd, ja, vraag jezelf ook altijd af. Wat voor werk doe je zelf? Als jij bij McDonald's werkt... Ja, help je in principe ook mee aan mensen die obesitas hebben. Als je bij Heineken werkt, help je ook mee met de alcoholproblematiek. Als je in een coffeeshop werkt, ja, dan help je ook drugsverslaafd aan een verslaving. Als je bij de Albert Heijn werkt, of in een kledingwinkel, ja, indirect hou je kindslaven in stand. En zorg je ervoor dat er en zo kan je door blijven gaan. En ik denk, ja... Dus je moet ook wel een beetje denken, snappen dat in de wereld werkt nu eenmaal zo. Mensen moeten geld verdienen. En welke baan je ook pakt, er valt altijd wel iets van te zeggen. En natuurlijk, ik snap, het is heel makkelijk, want gokken, er zit gewoon een stigma op. Vaak zijn de mensen die kritiek hebben, zijn ook degene die zelf een gokverslaving hebben gehad. En die daardoor anti-gokken zijn geworden. Dus dat snap ik ook allemaal wel, want dat is hetzelfde als met rokers. Als die gestopt zijn, zijn ze in één keer ook allemaal anti-roken. En dan zijn ze heel makkelijk met het vingertje wijzen, omdat ze natuurlijk weten wat... omdat ze zelf ervaringen hebben en die ervaringen zijn vaak niet positief. En dan keren ze zich vaak ook tegen de hele industrie. En ik zeg altijd helemaal prima, mag ook, geen probleem. Maar ik wil gewoon alleen iedereen vragen die kritiek op mij heeft. Je mag alles aan mij vragen, je mag alles tegen me zeggen, maar... laten we gewoon de communicatie gewoon vriendelijk houden. En of tenminste vriendelijk. Je mag ook best zeiken, maar ga niet doodsbedreigingen doen en zo. Daar gaat gewoon nergens over. Je kan er van alles van vinden. En dat is helemaal prima. We hoeven het ook niet eens te zijn, maar laten we het wel tot op een bepaalde manier netjes houden. Dat is het enige wat ik eigenlijk vraag. Dan heb je nog een tal van onderzoeksbureaus. Er zijn heel veel van die bureaus die dan natuurlijk ook onderzoeken doen voor verslavingspreventie... maar ook andere dingen. Je hebt die Maurice de Hond van deze wereld. Die vullen allemaal hun zakken. Ook met geld. Indirect met gokken en allerlei andere rare zaken. Of rare zaken. Die doen altijd... Die komen nooit ter sprake. Maar indirect verdienen die mensen allemaal het meest. Opleidingsinstituten. Het is ook namelijk zo dat... Als je bij een online casino of offline casino werkt... moet je verplicht je personeel scholen. Dus al die opleidingsinstituten die verdienen ook bakken met geld door al het personeelslid. Krijg je om van die cursusjes van de risico's van gokverslaving. Nou, voor degenen die in het bedrijfsleven zitten, die weten, dat zijn allemaal van die onzincursussen. Dan krijg je zo'n trainer en dan moet je een dagje naar Artis. Of dan kom je ergens een keer met z'n tienen ergens in een zaaltje bij Van der Valk Hotel. En die opleidingsinstituten vragen dan 1000 tot 5000 euro per persoon per dag voor zo'n cursus. En dat wordt allemaal netjes betaald. En dat zijn pas de echte zakkenvullers. Maar goed, ik zeg al, dat moet iedereen allemaal voor zichzelf weten. En ik snap die bedrijven ergens ook wel. En zo werkt de wereld nu gewoon. Dus ik wil ook niet met vingertje anderen wijzen. Maar ik snap daarom ook wel dat mensen kritiek hebben op mij. Zo heb ik ook weer kritiek op anderen. En dat is ook allemaal helemaal prima. Het grappige is wel, en dat is ook wel heel bizar, daar kwam ik ook achter. Scholen en universiteiten, die verdienen ook heel dik geld aan gokken. En tal van andere dingen. En het is namelijk zo dat, ik zeg altijd, er is bijvoorbeeld een verslavingspreventiefonds. Daar worden miljoenen ingestort door de casino's. Dat moeten ze verplicht doen. Dan zijn er dus... Vanuit dat verslavingspreventiefonds zijn er een heleboel partijen die
ja, daarvan leven eigenlijk, zeg maar. Maar er worden onderzoeken gedaan, er worden preventiecampagnes opgesteld. Maar vooral met name door die onderzoeken. Die onderzoeksbedrijven krijgen allemaal subsidie. Die subsidie komt ook heel vaak terecht bij universiteiten. Je hebt bijvoorbeeld de NATV in Breda. Die, en dat staat, kan je ook op de website gewoon vinden. Die hebben allemaal researchgroepen. En die onderzoeksbureaus, die schakelen dan die universiteit in. Want die gaan op hun beurt die onderzoeken uitvoeren. Dus dan gaan ze op straat mensen interviewen van... hoeveel geef jij uit aan gokken? En welke casino's zijn er in Nederland? Ja, dan maken ze dan een onderzoek van. En daardoor krijg je uiteindelijk die polls bij één vandaag en dergelijke van bewijzen van. Met, we hebben 10.000 mensen ondervraagd en dit is eruit gekomen met allerlei percentages. Alleen het vreemde is dus dat er heel veel universiteiten zijn die ook hun eigen studenten hiermee aan de slag zetten. Dus in de zin van, dan kunnen die studenten gaan leren. Maar die scholen krijgen gewoon dik betaald. Dus als ze dan zetten ze die studenten onder de 24, dat is dan wel weer grappig vaak. Want al die studenten zijn natuurlijk 18 tot en met 24 jaar. Precies de doelgroep die eigenlijk niks met dat gokken te maken zou hebben. Maar diezelfde doelgroep die verdient eigenlijk indirect ook aan mensen die verliezen met gokken. Omdat die krijgen dan weer betaald uit zo'n subsidiepotje van de overheid. En dat subsidiepotje komt dus weer uit dat verslavingspreventiefonds. En die scholen zetten die studentjes aan het werk. Vaak krijgen die studentjes dan niet betaald. Dat is nog het erge, want die scholen steken dat geld allemaal in hun zak. Maar als je daar gaat uitzoeken, ja, dat is echt heel bizar. Ik ben er toevallig mee bezig om dat allemaal in kaart te brengen, hoe dat allemaal zit. En hoe dat allemaal in elkaar zit. En daarom zeg ik, als je het allemaal in context ziet, dan is het heel bizar om te zien waar al die euro's naartoe gaan. En waar het allemaal aan uitgegeven wordt. En zo heb je natuurlijk ook nog sponsors en partners die ook nog allemaal dik betalen, maar ook dik verdienen. En die verslavingsinstanties, ja, dat heb ik eigenlijk net gezegd met die opleidingsinstituut, of met die gokverslaafden en experts. En dat vind ik, ja, die verslavingsinstanties, dat vind ik eigenlijk wel het meest bizarre, want die hoor je allemaal in de media. Allemaal negatieve berichtgeving naar buiten sturen. Die lopen ook altijd veel te roepen. Zoveel gokverslaafden dit en zoveel gokverslaafden dat. Terwijl ze zelf dik betaald krijgen. Hè? Want ik had laatst gezien, je kon subsidie vragen. En dan per onderzoekje 3 ton, dat is normaal. En dat gaat allemaal naar de Jellinex en de AGOG's. En je hebt heel veel van die zelfstandige ex-verslaafde mensen. En die staan dan allemaal te doen van hoe casino's zijn zo slecht. Maar zelf wel 800 per uur vragen om een presentatie erover te geven op een middelbare school. Of op een casinobeurs. En dan een uurtje staan. En die worden slapend rijk. Met iets waarvan ze zelf eigenlijk verkondigen dat je het nooit moet doen. Dus dat vind ik wel, dat is ook echt wel heel hypocriet. Maar goed, ik zeg op, daar ga ik misschien ooit nog een andere video over maken. Maar ja, het is uiteindelijk weer een heel lang verhaal geworden. Maar ik heb dus heel even kort in kaart gebracht. En ik wil gewoon heel eventjes laten zien wat er dus gebeurt van elke euro die besteed wordt. Of die jij verliest in het casino. Ga ik heel even nog even kijken. Dan pak ik nog heel eventjes de dingetjes erbij. Sorry hoor. Waarom doet dat het weer niet? Dan ga ik deze gewoon even vergroten. Momentje hoor. Dat is altijd zo'n gedoe. Ja, ik heb natuurlijk een aantal dingetjes ook opgezocht. Kijk, heel veel dingen weet ik. En wat ik zeg, en ik zeg al, je moet altijd ook je eigen onderzoek doen, dat is altijd wel belangrijk. Maar wat ik wel altijd probeer is dat als ik iets roep, dat ik dat wel baseer op betrouwbare bronnen. Dus net als met verslavingspreventiefonds en allerlei zaken en wie wat betaalt. Ik zoek dat ook op, ik kijk dan naar, ik duik de gokwet in en dan zoek ik alle wet en regels op. Dus de game provider fees. Ik had zelfs eigenlijk nog
een overzicht met kosten, maar die kon ik zo 1, 2, 3 niet vinden. Dus ik heb nog heel eventjes gekeken bij andere partijen. Je hebt hier bijvoorbeeld bij BetConstruct, dat draait nog geen casino op BetConstruct software in Nederland, voor zover ik weet. Maar dat is bijvoorbeeld zo'n provider die de casino software levert. En die heeft bijvoorbeeld ook de prijzen op de website staan. Dus dan zie je hier al de prijzen als je sportsboek wil installeren. Dat begint vanaf €20.000. En dat is de eenmalige opstartfee. Dan komen nog alle maandelijkse kosten komen daar dus nog bovenop. Dan heb je nog e-sports. Vragen ze ook 10k voor. Virtual sport 10k. Een casino suite. Dus gewoon puur de slots. Dan vragen ze ook €10.000 voor om op te starten. Het live casino 10.000 voor. En ja, zo kan je het allemaal zo gek niet bedenken. Poker, social gaming, skill games. Keno. Het enige wat gratis is, is ook wiel. Een of ander flutspel. En wat extra dingetjes. Talisman. Kijk naar die prijzen. Dat is echt allemaal niet goedkoop. En dan heb je nog tal van andere dingen. Vaak hebben ze dan nog... live scouting data. Widgets, oddfeeds. Prijs per maand, 1000 per maand, dus noem maar op. Bedguard, Dataspot, livestreaming. Het houdt niet op. De content management systemen. Even kijken. Agent systeem, affiliate marketing. Daar heb je ook weer een aparte software voor nodig. Hier ook €1.000 per maand. Dit is €1.000 per maand. Een agent systeem. CRM. Een agent systeem is dat je... je kan bijvoorbeeld als je een boekmaker bent. En je zegt van... joh, Albert Heijn mag ook jullie Toto formuliertje verkopen. En dan kan je Albert Heijn bewijzen van zo'n kastje geven. Dat ze die formuliertje kunnen uitdraaien. En dan moet dat natuurlijk ook allemaal via software geregeld worden. Dan vragen ze dan ook weer €1.000 per maand voor. Als je de marketing CRM customer relationship marketing. Dan kan je bijvoorbeeld mailtjes de deur uit doen over bonussen en dergelijke. Daar zal ik ook nog wel video's over maken. Daar vraag ik ook weer €1.000 per maand voor. Joh. En als je het allemaal bij elkaar optelt. Hè, want als je dus alles zou pakken. Dan kan je echt als casino zijn die je portemonnee trekken. Dan kan je zo 40.000, 50.000 euro per maand kwijt zijn aan allerlei diensten en pakketten. En dan zal je zeggen, ja, dat is een keuze van de casino. Maar ja, dat klopt. Maar je wil als casino ook onderscheiden. Dus je wil eigenlijk zoveel mogelijk bieden aan je spelers. Want dan blijven mensen komen. En dan komen elke keer ook nieuwe spellen en nieuwe game providers. En er moet ook allemaal elke keer weer voor betaald worden. En er moet ook allemaal weer personeel voor zijn die dat allemaal weer integreert, et cetera. En dat gaat natuurlijk wel allemaal op de stapel voor de kosten van de casino's. En dat gaat natuurlijk allemaal van hun winst af. Dus ja, de casino's verdienen veel geld. En ja, sommige grote affiliates verdienen veel geld, maar het gros van affiliate verdient echt maar een paar €1000 max per maand. En ja, de game providers verdienen veel geld. Maar het is niet allemaal zo rooskleurig als de meesten denken. Dus jullie weten zelf allemaal hoe duur Nederland is. En de grootste winnaar is eigenlijk de overheid. En dat is eigenlijk ook een van de redenen waarom, denk ik, deze markt gereguleerd is. Dat is echt niet zo omdat de overheid jullie allemaal wil beschermen. Dat is gewoon omdat de overheid hun zakken wil vullen. In dat opzicht is eigenlijk iedereen gewoon hypocriet. Want iedereen probeert geld te verdienen. En iedereen wijst met anderen als een ander meer verdient. Of als je zelf slechte ervaringen hebt met iets. En dan is het makkelijk om naar anderen te wijzen. Ik zeg al, het wijzen mag, maar probeer gewoon wel eerst alle informatie te verzamelen, zodat je weet gewoon van, joh, voordat je met een vingertje wijst, weet wat iemand verdient, weet wat iemand ervoor moet doen, ga pas daarna oordelen. En als je dan nog steeds tegen mij bent of tegen anderen, helemaal prima, maar houd gewoon netjes. En als laatste zou ik nog willen vragen, voor degene die anti-gokken zijn, of anti-casino streamen, of anti-Robin, of anti-nedergaming. Ik zeg al, alle kritiek is welkom, ook alle negatieve kritiek. En bij deze eigenlijk de oproep aan alle mensen die kritiek hebben. Geef hieronder even een reactie. Wat ik niet goed doe, wat ik beter kan doen, wat je anders zou willen zien.
En als je wil dat ik helemaal moet stoppen, dan kan je het ook gewoon zeggen. Maar geef me ook gewoon tips. Ik snap wat ik bedoel. Maar ik zeg wel, ik wil dan ook met eventuele negatieve kritiek ook gewoon iets doen. En ik zeg al, ik ben geen moraalridder. Ik ben op bepaalde vlakken ook gewoon hypocriet. En ik wil ook gewoon mijn geld verdienen. Maar er zijn altijd dingen die ik ook beter kan doen. En ik zeg niet dat ik ze allemaal kan gaan doen. Maar ik kan het in ieder geval proberen. Dus ik zou zeggen, gooi jezelf los. Uit je kritiek, ga los. En houd het wel eens netjes. Maar voor nu, het was weer een veel te lange video. En ik ga ermee stoppen. Ga ik nog lekker even van mijn weekend genieten. En dan spreek ik en zie ik jullie later weer. Yo!